Hallo allemaal en welkom bij deze product update nummer 142, oftewel december 2022, net voor de... Kun je zien hè? Heb ik je uitgepakt. Net voor kerst. Zo, goed hoor. Hey, en ja, ik heb even gekeken, maar boordevol nieuwe spulletjes hè? Niet normaal. Gisteren stond inderdaad ook, konden we met heel veel pakketten inpakken, maar er stond echt een toren met nieuwe spullen, echt waar, die we moesten uitpakken. Dat ik dacht, oké, dus ja. Daar zitten er enkele van hier in, die zijn echt wel gloedje nieuw. Ja, die heb ik vandaag ook voor het eerst gezien inderdaad. Ja. Precies. Dus maar uitgebreid is er nog niet mee gespeeld. Nee, dat is waar. Maar de spullen die er binnenkomen, moet ik zeggen, helemaal waar ik dan eigenlijk heel graag mee wil beginnen, van de nieuwe Tenjo-lijn, zijn wel super vet en we gaan die dingen snel zeg. Ja, we hebben, de Tenjo's hangen daar achter ons. We hadden er best veel van elk, van de nieuwe, maar sommige zijn er gewoon 3 of 4 en dan is het klaar, tenminste momenteel, ja. Want ik verwacht hier niet op de korte termijn weer nieuw. En ik snap wel een beetje hoe dat komt, dat die dingen best wel hard gaan. En vooral van de Final Piece, dat is die van 2023 in die uitgave. Ja. Maar wat een toffe truc is dat. Ik wil hem graag even demonstreren als dat kan. Dat mag. En het heeft te maken met een puzzel. Ik heb een aantal stukjes meegenomen. Is het trouwens puzzel of puzzel? Geen idee. Nee. Ik word altijd een beetje gericht als mensen zeggen puzzel. Ik zeg ook puzzel. Maar goed. Wat gaan we doen? We gaan een stukje hiervan uitzoeken om een beetje te laten zien dat het allemaal verschillende stukjes zijn. Ik heb hier een oogje. Een aantal vingers heb ik hier. Nou ja, ze zijn allemaal verschillend. Hier nog een paar vingers. Duidelijk. Wat gaan we nou doen? Jij mag zo meteen het doosje goed door elkaar heen husselen. Ik zal hem even dicht doen. Zodat alle stukjes, dat ik ze in ieder geval niet op volgorde kan gelegd hebben, dat ik er niks mee geks heb gedaan, even goed schudden. Ja. Er zijn ook geen verborgen luikjes in het doosje. Je mag zelf het doosje openmaken als je wil. En dan zou ik jullie vragen om het doosje om te kiepen zo over de mat heen, zodat de puzzelstukjes over de mat heen verspreid liggen. Ja, hoe? Sorry. Goed. Hoort er niet bij? Nee. Ja, verspreid ze lekker. Nu zie je dat er een aantal met de beeldzijde omhoog liggen en een aantal met de beeldzijde naar beneden liggen. Weet je wat, om het spannend te houden, wil jij er eentje uitkiezen die met de beeldzijde omlaag ligt? Hou het een beetje spannend. Kijk eens. Tada. Mooi. Ja, doen we de rest weer in het doosje. Er zitten er overigens echt geen verborgen luikjes of spiegeltjes of klepjes, vakjes. Klepjes. Deze van de kant. We hebben één stukje uitgekozen. En nou ligt hier een doek op de mat. Een rode doek. Op een rode mat. En ik zal de doek, ik laat deze van de kant, heel rustig weghalen. Want hieronder heb ik namelijk nog een puzzel verstopt. Kijk. En niet zomaar een puzzel. Het is een puzzel van een vrij beroemde schilderij. Getekend door Mr. Leonardo da Vinci. Hangt momenteel in het Louvre. Heeft er niks mee te maken, maar dat is toch een beetje leuk om je kennis af te laten zien. Oh. En er ontbreekt een stukje. Ja. Het is overigens niks geks met een doekje aan de hand. Dat is gewoon een normaal doekje. Wat even gebruikt werd om de puzzel af te dekken. En nou zou het leuk zijn, René, als jij eens wil kijken of het puzzelstuk wat jij hebt uitgekozen ook past bij Mona. In ieder geval qua kleur. Qua kleur past die al, hè? Ja. En ook nog qua vorm. Ja. Nou ja. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe? Ja, toffe truc van Tenjo, hoor. Heel tof. Ja. Goed te gebruiken bij Parler. Optredens. Ja. Close-up zou die ook heel goed kunnen, hoor. Maar Parler zou ook goed kunnen. Zou ook nog een mooie frame doen. Daar hebben we geen tijd voor gehad. Je ziet misschien nu ook dat, ik denk niet, wat zit hier? De puzzel is eigenlijk, omdat die anders in de verpakking past, in 4 stukken. Ja. Zo moeten alle puzzels zijn, dan is het ook klaar. Dus zo zit hij in een doosje, maar je kan hem natuurlijk op een lijstje lijmen of op een achterhouten plankje lijmen of wat dan ook. Dus dat kun je makkelijk meenemen. Ja. Maar met deze mat eronder druk je alles een beetje los. Maar dit krijg je samen met... Samen met het doosje en de puzzelstukjes. Ja. Je kan trouwens wel zien dat Tenjo ook in puzzels doet. Is dat nou hun hoofdbusiness, Tenjo? Puzzels of niet? Volgens mij is dat wel main market, ja. Zit er gewoon goed in elkaar, hoor, die puzzel. Gewoon mooi gemaakt, netjes gemaakt. Geen rafelrandjes of zo. Nee, gewoon een strakke puzzel. En voor de prijs van €29,50 vind ik dit echt wel een hele toffe goocheltruc. Die echt wel in een... Verkocht ervoor in het groot. Past. Het is groot voor honderden euro's. Het is natuurlijk wel een grotere puzzel. Nou ja, final piece. Hebben we er een verpakking bij? Ja, wel. We kunnen laten zien hoe die eruit ziet. Tada. We hebben een verpakking. Kijk eens. See? Final piece. Final piece van Tenjo. Inclusief Engelse instructies die kun je downloaden. Ja. Japan zit erbij. Engels kun je downloaden. En dit is nummertje. Staat dat tegenwoordig nog? Nu niet uit mijn hoofd. Vroeger stond het erop. Ja, vroeger stond erop en staat er nu niet op. Nee, oké. Okay. Staat er niet op. Nou ja, als je Japans kunt. Staat er op. Ja. Final piece. Mooi. Dan. Ja. Hebben we nog iets wat nieuw is dit jaar, en dat is dit.
En dat is een poppetje. Ja, een soort voodoo-achtig poppetje, maar dan een hele moderne uitvoering. Plexiglas. Zo. En een hele hoop zwaardjes. Een reservezwaardje leggen we even weg. Waarvoor zijn die zwaardjes? Nou, dit mannetje past precies in dit kastje, zoals je ziet. Hij kan nergens heen, vast. Het deurtje kan dicht. Maar dat verandert de situatie niet, want het poppetje zit gewoon vast. Ik kan hem ook aan de kant laten zien. Dan zou je proberen om een zwaard erin te drukken, maar dat kan niet. Want... plexiglas zit ertussen. Het poppetje, zit ja. Daar, in de weg. Nou zitten er twee klemmetjes bij. Dat is eigenlijk dat je niet kan ontsnappen. Zo, klemmetje 1. En klemmetje 2. En dan komt het leuke, want... weet je wat, ik hou dit vast, zo. Eerlijk. En dan mag jij die zwaarden proberen door een van de gaatjes te steken. Mag je één gaatje kiezen en daar mag je het zwaard doorheen steken. Is er volgorde belangrijk? Mag gewoon nee, één gaatje mag kiezen. Niet meerdere, maar eentje. Ik ga gelijk voor het hart. Oh ja, dan is het toch te laat nu voor de rest. Dan mag je de rest ook doen. Oké. Okay. Dan is er geen stoppen meer aan. HC. Ik zat hier zo, was ook misschien makkelijk. Kijk eens. Toeschouwer mag het ook zelf vasthouden trouwens hoor. Dus niet dat, dat je daar schokkelaar moet doen, dat je iets stiekems moet doen. Mag toeschouwer dit zelf doen. Deze het pijnlijkst lijkt me. Nou ja, op, als je het zou voelen. Nou ja, die ogen lijken me ook niet prettig trouwens. Nee, goed, waar. Je bent wat hard begonnen, dus dan maakt de rest. Nee, denk dat er niet meer helemaal uit. Alles zit nu door en door, zoals je kunt zien ook. Ja. Zie, alles zit door en door. Zwaardjes kunnen ook uit. Snelste methode. En de klemmen kunnen ook weer af, uiteraard. En dan zul je zien dat Mr. Danger nog steeds op de plek ligt, die nog steeds daarop ligt. Als ik er nu een zwaard door zou steken voor het idee, als ik raak zo prik, tenminste van onder, kan niet zien wat ik doe. Zie je dat hij met heel hoog druk, dat hij echt normaal niet door zou kunnen. En is hij helemaal heel. Ja, en dit is eigenlijk samen met Final Piece echt wel de meest populaire Tenyo. Er zijn mensen die ze met de drie tegelijk kopen. Dat is niet gewoon, we hebben vandaag ook een oorzaak gestuurd. Ja. En denk ik, hoe dan? Nou, dat is natuurlijk, als jij verzamelaar bent van Tenyo, en er zijn nogal wat mensen, dan koop je vaak, wil je vaak eentje hebben die compleet, mooi is, heel. En nieuw in de verpakking ga je niet openmaken. En wellicht één om mee te spelen. Er zijn mensen die heb ik al gezien online, die hebben het ding helemaal anders gedecoreerd, kan ook nog. Je zou trouwens een stukje papier in kunnen leggen ook, wat net zo groot is. Ja. Dan pierst je alles met de zwaardjes. En als je hem openmaakt, is het papiertje helemaal gepierst. Maar Mr. Danger niet. Ja. Ja, en deze ook, Mr. Danger, een hele goede prijs, €23,50. Dat is niet duur. Nee, is niet duur. Nee, vind ik echt niet. Nee. Goed te vertonen, makkelijk te vertonen. Eigenlijk is hij zelfwerkend. Als jij doet wat ik net gedaan heb, dan werkt het vanzelf. Ja, makkelijk. Ja. Makkelijk te doen. Dus Mr. Danger, €23,50. Ook met Engelse download instructies, krijg je een pdf. En Japanse instructies zitten bijgesloten. Hard copy. Wat hebben wij eventueel nog meer? Nou, nu we toch in de Tenyo afdeling zitten. En ja, het is hier, René zei het al, best druk afgelopen tijd. Dus we hebben niet alles kunnen oefenen. Nee, helemaal nieuwe lijn. Nee, nee, nee. Want in de nieuwe lijn zit ook, en volgens mij heb jij die liggen. Size Surprise. Oude truc van origineel van Ton Onosaka. Die hebben we hier net even niet liggen als demo. Maar we hebben net toevallig nog wel de oude versie, de originele versie, gedemonstreerd aan een klant hier in de winkel. Maar dit is Size Surprise. Ja, superleuk effect. Check de video. Er zitten twee versies bij met Azen en met de Koningen. Superleuk effect. Super visueel en ook makkelijk te vertonen. Ja. Size Surprise kost ook €23,50 als ik het goed heb. Wacht, ze sticker op gewoon €23,50. Ook compleet met alles wat je nodig hebt. Mm-hmm. Daarnaast, ook dit jaar, of 2023 moet ik zeggen, Lucky Strings. Toeschouwers mogen aan touwtjes trekken en ze hebben altijd de verkeerde uiteraard. En de laatste die overblijft, ze hangt een belletje aan. Kost €17,50. Je hoort het belletje ook, ja. Belletje aan rinkelen. Ook een leuk ding. Ook in de nieuwe lijn, hè? Ja. Ook in de nieuwe lijn, ja. En ja, ze zijn er altijd vier, normaal gesproken vier per jaar, soms zijn het er meer of minder. Nou, minder niet vaak, maar wel eens meer. Mm-mm. Dus de vierde uit de lijn, Lucky Strings, ook erg leuk. En de goedkoopste van allemaal, €17,50. Ja. Daarnaast hebben we ook een hoop oude Tenyo's. Ja, die heb jij erbij weer. Ja, die hebben we ook weer erbij zetten. Dat betekent, de aantal die we niet meer hadden, hebben we ook weer terug. En een aantal die we nog nooit hadden. Nee. Ik heb hier, volgens mij heet deze Nieuws. Ja. Ja, en dit is de nieuwspeperteer gewoon die wij kennen, alleen met een speciale gimmick, of niet? Ja, je hoeft, normaal moet je als je echt een klassieke nieuwspeperteer doet, moet je een krant prepareren. Lijm, plakband,
weet ik veel, ijzerdraad, ja. Allerlei toestanden. Ja, ja. Deze hoeft het niet. Zonder al wat ik bedoel, pak je nieuwe krant, die vouw je, gimmick erin, klaar. Super snelle preparatie. Ja. Voor de prijs hoef je niet te laten, €29,95 voor de Newsweek hier. Compleet met gimmick. Gebruik je eigen krant. Ja, super visueel. Ja. En dus deze heb jij lang geleden gehad, geloof ik. Ja, we hebben lang geleden verkocht. Ja, en nu al heel lang. En die is wel waarschijnlijk al beschikbaar geweest, maar hebben we ook gewoon heel lang niet meer gekocht. En nu hebben we die weer terug. Want we hebben een flink uitgebreid assortiment aan Tenjo's. Ja, dit bijvoorbeeld hadden we ook nooit voorheen ook nog de voorraad. Die hebben we ook nu proberen nu alles te krijgen wat er nog is van Tenjo. De super spongeballs, sponsballen met een framepje en video. Het zijn wel, zeggen ze ook, de allerzachtste sponsballen ooit gemaakt, zeggen ze. De claim is ook wel dat het zijn. Compleet met routines erbij. Routines krijg je in het Engels van ons erbij. Voor de prijs van €27,50. Wel interessant natuurlijk, omdat sponsballen steeds lastiger te krijgen zijn. Ja. Is het misschien wel goede om, als je veel met sponsballen doet, en dit zijn dan hele zachte. Ja. Ja, want de firma Goshman, ik weet niet of we dat de vorige keer verteld hebben, de firma Goshman schijnt te sluiten, of gesloten te zijn, of een overname. Dat is een beetje vaag het verhaal nog. Maar we merken dat er van sponsballen nagenoeg niks meer te krijgen is, wereldwijd. Dus dat betekent dat geen idee wie in het gat gaat springen om dat te maken weer. Maar we hebben nog best wel veel voorraad. We hebben op het laatste moment dat we het hoorden nog best wel wat sponsballen geregeld. Maar als dat op is, is het toch gewoon op. Maar goed, deze set inderdaad. Mooi met purse frame, met routines, met hele goede sponsballen. €27,50 voor de hele set. Dan hebben we eentje weggepakt. Dat was de meneer hier. Die zei, hebben jullie die niet druk? Oh ja, die hebben we ook. Die hebben we even hier het weggepakt. Dat is... The Great Escape. The Great Escape. Wacht. En dat maakt niet uit. Dat mag ook. Jij gaat hem maar van het rek halen hier. Dat is dobbelsteen die door een stalen plaat smelt. Heel visueel. Ook die is weer terug. Ja, dus alles lag klaar. Maar het werd net ook opgegooid. €35,95. Ja, ook leuk. En heeft die meneer meegenomen net? Ja. Ja, dus die liet net zien, opengemaakt omdat hij hier lag. Magisch door een stalen plaat heen die opstaat. Ja, jij niet hem zien? Nou. Mensen mogen alles checken. Heel visueel, want je bindt er eigenlijk een soort van doekje overheen. Dus je ziet die dobbelsteen zitten. En je ziet hem ook langzaam dus zakken. In de plaat zakken. Tof hoor. Ja. Ook een tof ding. Ja. Was er ook een tijdje meer. Ook weer terug. Goed. En dat hebben een heleboel Tenjo's weer. Afdeling Tenjo, vinkje. Check. Nou heb ik hier wel eens vreemd staan. Dat staat de hele tijd denk ik al, zal ik het ook niet maken? Het is natuurlijk een video, het is niet heel netjes. Maar het kan wel een keer toch? Zijn er nu... Snoepjes. Lekker? Snoepjes. Zijn er wel veel? Er zijn er heel veel. Snoepjes. Heb je enig idee hoeveel? Ik erop kan of we erin zitten? Hoeveel erin zitten? Ja, ze zijn klein. Je kan een hele wiskundige formule op loslaten door de... het zijn kleine snoepjes. Ik schat in... 871. Ja. Nou, je zit er ver onder. Maar ik heb een idee. Oh. Als je dat zegt, 871... hoeveel er echt in zitten, zit in de pot erbij. Dat heb ik erbij gelegd, dat zal ik je meteen laten zien. Maar jij zegt, ik heb al een plannetje, wacht. Jij zegt 871. Ja. Toch? Ja. Oké, nee. Nee. Niet? Niet 871. Veel meer. We gaan het zo doen, we gaan drie getallen van drie cijfers kiezen. Ja. Ik zal het tweede getal pakken, willekeurig. Oké. Okay. Ik zeg, wat zit hier allemaal niet in? Een 6, een 3 en een 5. Maar dan pakken we nog één getal bij, dan gaan we alles optellen. En zoveel snoepjes zitten er precies in de pot. Oké. Okay. Toen kwam mogelijk maar toch. En dat getal mag ik zeggen? Ja. Dat je mag het derde getal zetten, dan gaan we optellen. Dit tel je allemaal bij elkaar op, maar je zit, zit nu al op ruim 1300. Je zit 1400 of 1500. Ja, maar daar zit het. Oké. Okay. Nou, dan mag je er nog... 426 bij optellen. Oh, de 6 hadden we al gehad. 426. Oké. Oké, mensen, ik heb er wel een rekenmachine bij gepakt voor het idee even. Dat iedereen kan zien. 871. Ja. Plus 635. Plus 426. Geen speciale rekenmachine. Dit is 1932. Oftewel. 1900.
32. Oké. Okay. Dus, dat wil zeggen, jij hebt 3 getallen opgenoemd. 2. Jij hebt er eentje opgenoemd. Ja, oké, 2. Ja. Alles bij elkaar opgeteld. Ja. En daaruit komt 1932. Is zo. Oké. Okay. Het is namelijk zo, in deze pot, en voor die mensen, die pot zeg maar. In mijn gevuld. Dicht. In deze pot heb ik bovenop een briefje gelegd. Oké. Okay. Met wat er precies in zit, namelijk. Hoeveel snoepjes er in zitten. Zie. En dat is namelijk precies 1900. Nee joh. 32. Zie. Nee joh. Ja, ja. Dat is wel bizar. Ik ga een stapel kopen, nou, denk ik. Ja, hoe moeten we dit uitleggen? Ja. Hoe moeten we dit uitleggen? Gloedje nieuw. Dit is een idee om het nu in deze video te laten zien. Ja. Maar in principe kun jij elk getal wat jij wil, of wat toeschouwers noemen, ja, of wat dan ook. Je kan ook toeschouwer, 4 toeschouwers zeggen, noem elke cijfer. Dus ik noem maar iets, 8, 3, 4, 2, gooien we samen. Dus inderdaad, 8, 4, 3, 2, dat is heel slecht geschreven nu. 8, 4, 3, 2, ja, weet je zeker, ja, maak de pot open, ja. 8, 4, 3, 2. Wat je zelfs kan doen. Dobbelen kan. Als je kan achter de komma werken. Dus je bijt een snoepje door de helft. Doe hem erbij. Ja, dan ja, zou je zelfs kunnen laten werken dat je tot de helft komt. Dat je zegt komma 5. Ja, 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 kan. Ja. Het gaat erom dat de toeschouwer letterlijk alles mag roepen. Ja. Alles. Ja. Toch? Ja, want jij bepaalt uiteindelijk Wat er op het briefje staat. Wat er op het briefje staat. Dat is een beetje vaag, maar dit is, laten we zeggen dat het high-tech is. Ja, het is wel mooi gemaakt. Het is high-tech. Dus nu gaan mensen, die meneer die straks wat over had, die zei ook, wauw, maar dat kost eigenlijk wel zeker 2000 euro of zo. Nee, geen 2000 euro. Nee, ook geen 1000 euro. Ook geen 500. Nee. Nog minder. Nog minder. 289 euro. Ja, tof. En het is tof. En je moet even, dit hebben we verzonnen, gewoon omdat we echt een willekeurig getal willen laten zien, zeg maar. Dat we dit zo deden, maar je kan op allerlei manieren een getal genereren. Je kan je verhaal ook compleet anders maken. Maar dit is om te laten zien dat het zo kan. Het kan dus met elk getal. Ja. En elk getal kan op dat briefje komen. Ja, we hebben dit nu zelf helemaal gedaan. Omdat het hier zittend staat, kan dat. Je kan het ook alleen doen staand. Ik zou dat een iets groter schrijfblokje gebruiken. Dat kan ook. Als je een assistent hebt, geluidsman, lichtman, kan die het ook regelen. Dat is te makkelijker, ben je zelf hands-free. Maar in principe kan je het alleen ook. Dus ja, dat. En dit is allemaal snoepjes, jelly beans, zeg maar. Ja, maar. Maar wat is het? Ja, snoepjes, ik weet het niet. Snoepjes. Oplossing hebben we hier, let op. Het kan ook met. Blokjes. Lego blokjes. Lego blokjes. Hoeveel Lego blokjes zitten hierin? Exact hetzelfde systeem, maar dan is natuurlijk de pot iets anders. Heeft te maken met hoe het werkt. Ja. Dezelfde prijs, 289 euro. Candy Prediction. Lego Prediction. Ja, en dit. Tof. Dit is echt wel tof. Inclusief een online instructievideo. En helemaal compleet met alles wat je nodig hebt. Ja, heel makkelijk te doen. En wat jij al zei, een technologisch hoogstandje. Ja, dit is echt een technologisch hoogstandje. Ja. En we hebben vergelijkbare systemen gezien voor het 4, 5, 6-voudige. Ja, ja. Waar exact dezelfde technologie wordt gebruikt. Dus dit is gewoon tof. Ja. Exclusief bij Dynamite. Voor de, voor in ieder geval voor aantal weken, maanden. Dus dan vind je hem nergens anders in Nederland in ieder geval. Dus als je interesse hebt, meer informatie, bellen, mailen, kan altijd. De prijs 298. 289. Ja, 89. 289. Tof. Oké. Okay. Leuk. Nou, krijgen wij regelmatig de vraag of we met Bicycle ook andere soorten spellen hebben. Dus niet de standaard spellen met de poker spellen met gewoon azen, harten, ruiten enzovoort. Maar bijvoorbeeld letters, cijfers of ESP. Ja. En we hebben goed nieuws voor degenen die dat hebben gevraagd, want die zijn er. Woehoe. En het tof is, je krijgt niet alleen het spelkaartje, je krijgt er ook nog een aantal routines bij. En nou weet ik, dit is de nummers variant. En nu heb ik dat opgeschreven hoeveel routines je bij de nummers kreeg. Ja. 11 routines krijg je erbij. Ik zal ze gewoon even laten zien. Nou, dit is weer zo'n speciale kaart die er daarbij zit. Maar ik zal ze even uitspreiden. Ja. Ja. Komt-ie. Hoppa. Woem.
Ja, er zitten allerlei routines bij inderdaad. Je hebt er alle getallen erin zitten. Alle getallen zitten erin. Maar je hebt inderdaad... En hier wat hogere getallen. Nou, er zitten in ieder geval complete routines bij. Ja. Er zitten wat wiskundige dingen bij. Euroteken, ruiters. Volgens mij, als ik dit zo zie, kun je zelfs a card at any number hiermee gaan doen. Met de symbooltjes die je erbij krijgt, dat je de, nou goed. Ja, de Magic Square zit er ook bij. Magic Square, ja. En dit, weet je, de, eigenlijk de 52-1 kaart, maar dan met allemaal getallen. En dan uiteindelijk heb je altijd nog het nummer. Ja, ja. Dus dat. Mooi gemaakt. Bicycle kwaliteit. Ja, Bicycle heeft gedrukt. Ja. Nou, dit zijn dan de nummers. 29,95. Ja. De letters die zijn hetzelfde. Ook 29,95. Daar krijg je 10 routines bij. Ja. Het basisdeel is hetzelfde. Het basisdeel is hetzelfde. Ik krijg hier gewoon... Een kaart voor de wie ook te testen. Ja, maar... testen. Made in China. Zie je. Nee hoor, Bicycle. Nou ja, en ook hierbij zitten weer... Ja. Buiten de letters een aantal extra tekens. Omega, ja. Nou, zie je. Oh, grappig. Sandwich. Ja, je kan, er zijn er al routines bij waarbij je mensen letters kiezen en dan vorm. Dan mogen ze daaruit zelf een woord samenstellen en dan heb je dat ook voorspeld, inderdaad, het woord. Dus allerlei dingetjes bij. En ja, ook deze. Ook tof. Ja, dus de letters variant en we eindigen met de... ESP-variatie, die is iets goedkoper, die is €23,95. Ja. Daarbij zitten wel de meeste routines, namelijk 15 stuks. Ja. En ook hierbij zitten weer de speciale kaarten. Ja, double facer zitten erbij. En zoals je bekend bent met de ESP, de rondjes, de plusjes, de cirkeltjes, de golfjes en de sterretjes. Ja. En die zitten er allemaal bij. Ja. Ik zag zelfs hier gekleurde. Ja. Dus hiermee zitten 15 routines bij. En hier zitten wel heel veel gimmickkaarten bij. Ja, 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 ja. Zo, tof. Dus 15 routines voor de prijs van €23,95. En een compleet kaartspel. Geproduceerd en gemaakt door US Playing Card Company. Ja, heel tof. En dit is echt wel heel nuttig en heel praktisch voor de meeste goochelaars, kan ik me voorstellen. En we hebben ze in zowel rood als blauw, de ESP's. Ja. Ja, van deze niet. Dus alleen in het rood. Ja, bestaan wel, maar we hebben besloten om ze alleen maar in rood te pakken. Want in principe... Als je blauw wil hebben, kan ik gewoon zo vraag je ervan aan, maar waarom zou je een rood of een blauwe letterdek pakken? Kijk, ik kan me indenken dat als je een visible deck blauw gebruikt, dat je een normale bicycle deck ook blauw moet zijn. Ja. Maar als je een letterdek gebruikt... Maakt het niet zoveel uit. Ja, nee. lijkt ons. Maar goed, dat is meer een voorraad dingetje. We hebben zoveel spullen dat we... Ja. En ook online wordt alles uitgelegd. Ja. Er zitten mooie online instructies bij. Online instructies, een video. Leuk! Tof dat ze dat gemaakt hebben, heel tof. Zeker, zeker. Ja, dan eentje die... hebben we al vaker laten zien, maar dan in andere uitvoering. En die is zo moeilijk leverbaar, maar nu hebben we eigenlijk exact hetzelfde, maar dan van een ander merk, zeg maar. Ook wel bekend als Baffling Blocks. Van metaal of Less is More in hout, hebben we nu ook deze blokjes. Exact dezelfde truc, maar dan van een ander merk, zeg maar. En het idee is eigenlijk, ja, Blockout heet het. Het idee is heel simpel. Je hebt 3 houten blokjes. En in principe mag je ze Elmar zo optillen, allemaal, alle 3 tegelijk. Alle 3 tegelijk? Ja. Kom ik, hè. Mag je ze vasthouden ook. Nou, 3 blokjes, massieve blokjes, voel je ook. Ja. Okay. Ja. Mag je ze weer neerzetten. En als ik je nou vertel dat als je minder blokjes pakt, dat ze zwaarder zijn, dus dat 2 blokjes zwaarder zijn als 3. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Zou jij er eens op dezelfde manier 2 willen optillen? 2 optillen? De bovenste 2. Want dan voelen die namelijk zwaarder als ze net 3. Ja, dat is waar. En dat is heel raar. Ik heb het al heel vaak gedaan en nog steeds heb ik hetzelfde. Het is, blijft een rare ervaring, ja. Maar leg eens neer. Oké, okay, maar het gekke is nou, wat nou als je maar 1 blok pakt? Nou, ik kan je verklappen, als je 1 blok pakt, is het zwaarder dan dat je of 2 blokjes opdeelt of 3 blokjes opdeelt. Deel het bovenste blok. Blijft bijzonder. Het is super onlogisch dit, maar het is echt waar. Het is echt zo. Ja. Echt waar. Toch. Okay, dus dit is een illusie die plaatsvindt eigenlijk in je hoofd. die heet inderdaad Blockout. Nou, exact hetzelfde als Less is More en het idee van Baffling Blocks. Het enige verschil is de prijs. De prijs bleef stijgen. Van deze hebben een betere prijs voor Less is More. Ja, ja, die zat volgens mij nu inmiddels op 120 of 125 ongeveer. We waren ooit 100, maar goed, het heeft te maken met dollar, hout, noem maar op. Deze versie €79,95. Ja. Ook met een instructievideo bij, dus in principe krijg je ook een mooie verpakking erbij. En ik moet heel eerlijk zeggen, qua blokken,
ik vind het dezelfde kwaliteit als ja, hoor. Ja hoor, ja. Schitterend gemaakt. Mooi handwerk. Gemaakt. Dus heel mooi. Degelijke verpakking erbij ook. Ja. Mooi gemaakt, mooie doos. 79,95 blokhout. Niet blokhout, daar lijkt het op. Blokhout. Ja. Alright. Laten we één kaartdruk doen. Eén kaartdruk. Spelkaarten. Allerlei kaarten. Je mag gewoon ergens een kaart in gedachten nemen. Heb je er eentje? Jawel. Oké, okay, uit spel wel, hè? Uit spel, ja. Oké. Okay. Ja. Kaarten gaan in het doosje. Kerstkaart. Zo. Ja. Wat zeg je? Zijn kerstkaart. Ja. Nee. En je mag denken. Welke kaart heb jij aan gedacht? Een schoppen 8. Een schoppen 8. Schoppen 8. Okay. Zou jij je willen concentreren op het kaartspel? Zeker. Oké. Okay. Concentreer je op het kaartspel. Er gebeurt namelijk iets heel langzaam. Kom daar uit het spel één kaart omhoog. Zie. Nee joh. En dat is. Hoe is het mogelijk? Schoppen 8. Hoe dan? Mooi hoor, heel mooi. Nou, dit kan je als je wil blijven herhalen met een ander resultaat ook. Ja. Dus als iemand zegt, doe nog eens. Ook kan, pak een andere kaart en het stijgt omhoog. Top. Dit heet. Hallo. The Last Rise. Van Andrew. Mooi ja, gemaakt hoor. Als je ziet hoe dit gemaakt is. Als je gek bent op gadgets, dan denk je, oh. Ja. Oh. Ja, heel moeilijk. Mooi gemaakt. Nee. Hoeveel keer doe ik het nu? Ik heb het één keer van jou laten zien. Dit was de tweede keer. Is het perfect? Nee. Was het goed genoeg? Ik denk het wel. Dus het is niet moeilijk. Nee, heel mooi. Mensen hebben vrije keuze aan alle kaarten die ze zien. Je mag elke kaart van je gedachten nemen. Je hoeft niet te weten welke dat is voordat je de kaart in een doosje stopt. Je stopt alles in een doosje, super clean, je houdt het doosje vast, iemand noemt de kaart en de kaart kan omhoog stijgen uit het doosje. Mag ik zeggen dat we net een technologisch hoogstandje hadden, maar dat we hier een mechanisch hoogstandje hebben? Zeker weten. Ja, hè? Ja, dit is echt heel tof gemaakt. Geen onzichtbare draden, geen magneten. Nee. Heel goed gemaakt. Mooi hoor. Echte handwerk is dit. Zie je ook aan de prijs, 72,50. Is natuurlijk geen goedkoop trucje, maar als je ziet hoe het gemaakt is, dan denk je, oh, dan heb ik wel een toffe gadget. Ja. Ook exclusief voor de time being bij Dynamite, dus dat is ook wel goed om te zeggen. The Last Rise by Andrew, 72,50, inclusief alles wat je nodig hebt, kant en klaar, met video instructies. En het tof is ook nog, de gimmick kan je soms, staat volledig open als je wil, maar is nu ook volledig weg. En dat is echt een dingetje. En toch zien jullie de gimmick. Ja. Mooi hè? Hey, hoe? Ja, hoe dan? Hoe dan? Echt een heel tof, tof ding. Na zo'n geweldige kaarttruc moet ik daar natuurlijk overheen. En nou ga ik het niet doen qua betere truc, maar wel qua grootte. Oh, de Jumbox. Ja, heel leuk trucje. Dit is een Jumbo-spel. En je kan bijna deze truc volledig door de toeschouwer laten doen. Want, Jumbo-kaarten. Empty. Helemaal empty. En nou, je mag je mee doen. Heel makkelijk. Ik ga proberen open te spreiden. Afijn. Allemaal verschillend. Zal ik ook even laten zien natuurlijk. Anders zeggen ze weer ja. Die goochelaars zijn allemaal verschillende Jumbo kaarten. René, we gaan een klein spelletje doen. Ik ga ze niet meer in mijn handen hebben. Helemaal afzijdig. Maar we gaan het een beetje maar doen. Zou jij ze eens willen schudden voor mij? Zodat ik ook in ieder geval de volgorde niet meer... Ja, ik zag het al. Het was een heel nieuw spel. Dus ik schud ze gewoon even door elkaar. Dan denk ik mensen meteen, aha. Daar is iets mee. Doorgestoken kaart. Ja, ik weet niet of dit kan, maar normaal het gewoon een Jumbo kan. We zijn ook breder, we zijn iets breder als normale Jumbo's namelijk, maar zie jij het kan wel. Mooi hoor. Oh. Ik ga ze niet te veel mishandelen. Ja, goed. Je mag een staartje maken, leg maar midden op tafel. Zou je ongeveer de helft, mag iets meer, mag iets minder zijn, eraf halen en ernaast willen leggen? Ja. Wil je ze nog switchen? Dat ik die gebruik en jij die gebruikt? Oh nee, is goed. Mij dat. Ja, goed. Je mag ze even zo voor je uitspreiden, zo, op deze manier. Hoppa. Heel goed. Zou je nou een kaart willekeurig willen selecteren uit het spel? Doe ik dat ook. Ik selecteer deze. Hoppa. Leg maar neer zo. Maak hier een mooi stapeltje van. Oh, ik ook. Ja, heel graag. Dit is mijn kaart, dit is jouw kaart. Mm-hmm. Toch? Zullen we even bekijken welke we hebben? Niet aan elkaar laten zien, dat is belangrijk. Ben je klaar voor? Ik kijk even zo. Ja. 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 Nou wil ik jou vragen om jouw kaart in mijn spel te stoppen.
Je tussen. Ja, heel graag. Mag je weten waar. Ik zal niet kijken. Oep. Ja. Doe ik het ook met mijn kaart. Komt hier. Hoppa. Hier zit nu jouw kaart in. Daar zit mijn kaart in. Mm-hmm. Zou jij mijn stapel even willen schudden? Zodat ik echt niet meer weet waar die kaart zit. En ik doe het ook even met jouw spel. Je hebt geen idee, hè? Waar mijn zit. Hier zit de jouwe, daar zit mijn. Vanaf nu gaan we ze voor het eerst de kaarten bekijken. En ik wil dat jij gaat op je gevoel. En probeer bij jezelf in te denken welke kaart ik gekozen zou kunnen hebben. En dan doe ik dat ook bij jou. Ik heb je kaart niet gezien. Ik heb geen flauw idee wat jij gekozen hebt. Even kerstgedachtes. Ik heb er ook één. Mooi. Oké. Ik zeg dus dat dit jouw kaart is. En jij zegt dus dat dit mijn kaart is. Klopt, hè? Dat hoop ik, dat denk ik, ja. Ja. Zou je nu voor het eerst willen zeggen, René, welke kaart jij had? Schoppen 4. Hè? Dat is mooi, hè? Ja? Ja, uit mijn tenen voelde ik. Zal ik jou dan ook vertellen welke kaart ik had? Ja, dat ben ik helemaal niet. Vind je dat leuk? Ja. Ik had de harten 5. Niet. Wat? Dat is mooi, hè? Wat? Ja, leuk. Wat? Leuk trucje. Ja, dat is meer dan een leuk trucje. Oh, er zit ook extra kaarten. Oh, dat had ik ook kaarten. Had ik ook nog kunnen kiezen. Ja. Oh ja. Had ook nog gekund, ja. Tof. Ja, dit is natuurlijk een truc die we heel veel laten zien trouwens. Ik speel even mee. Want dit is niet een normaal jumbo-spel. Ja, dit is een normaal jumbo-spel, maar met iets extra's. Want alle kaarten... Ja, ik kan... Zijn? Ja, gemarkeerd. Dus je kan zien welke kaart het is aan de achterkant. Ja. Zo simpel is het eigenlijk, ja, hè? Ja. En daarmee kun je dus deze truc doen. Ik moet jou eerlijk zeggen, ik doe dit altijd close-up. Ja. Met een marker deck. Ja. Mensen worden helemaal... Ja. En tegenwoordig kun je ze ook onstage doen, want een klein spelkaart is niet leuk. Maar dit zou heel goed kunnen, onstage. Ja, maar dit is gezien omdat we iets met dit gewerkt spel wilden laten zien. Ja. Maar toffe routine ook nog. Je krijgt ook allemaal routines erbij, trouwens. Oké, okay. Oh, dat wist ik niet. Okay. Online kijk je hier al in Engels en Frans. En het hele spel kost €35. Nou. Voor een jumbo spel, goede kwaliteit. Ja. En er komen nog meer effecten uit met deze kaarten. Het zijn jumbox, dus merk nu eigenlijk. Er komen nog meer effecten uit, een spel uit met exact dit formaat met deze rugzijde. Dus dan kun je straks gaan mixen. Zijn zij kwalitatief net zo goed als de Bicycle? Beter, jumbox? Want ik vind ze dikker dan de Bicycle. Ja, dat dacht de Bicycle zit natuurlijk made in China, zeg maar. Ja, precies. Nou weet ik niet waar deze vandaan komen trouwens, maar... Want ze voelden wel ze zijn degelijk. Ja, ze veel dikker. Beetje te vergelijken met een beetje de oude. Net die de oude. Pianics bedoel jij? Niet zo ook, dik, toch? Ook, een Pianics zit ik ook dun. Maar de oude bicycles, er zit tussen de nieuwe en de oude bicycles in. Okay. Ook een doosje trouwens. Maar qua ja. Goeie. Ja. 35 euro's gemarkeerd. Jumbo mooi spel. Jumbo's. Ja. We hebben lang gewacht vanaf maart. Maar we hebben ze terug. De Infinity Watches. Mooi hoor. En de exclusieve wel te verstaan met DMS. DMS logo erop. En dit is een horloge. Ja, fantastisch. Check de website, daar hebben ze 4 kleuren. Met een speciaal kastje waar we hele leuke dingen mee kunnen doen. Ja. En het idee is eigenlijk, het basisidee, maar je kan er van alles mee doen. Lees daarvoor de website eventjes. We hebben het al uitgebreid behandeld. Als je meer wil weten... Tik het op YouTube in, kan ook de Infinity Watch Dynamite Magic Shop Product Update. Dan vind je de link naar de vorige video waar we het uitgebreid over hebben. Maar ze zijn er weer. En voor dezelfde. Ze zijn goed voor dezelfde prijs, dacht ik. Of hebben we die opgeschreven? Nee. Oké, zeg maar. Prijs niet opgeschreven. Ah, dus. Oh. Ah, kijk, stickers. Nee, een tientje meer. Maar goed, als je ziet, alles 20% duurder is geworden. Valt dat mee? Van 2,75 en 2,85 of 2,89. Ja, mooi. En dit horloge kun je op elke tijd laten terechtkomen. Ja. Dat is de basis. In de handen van de toeschouwer. In de handen van de toeschouwer. Ja. Fantastisch gemaakt. Gelimiteerde oplagen met DMS logo. DMS staat voor Diamond Magic Shop, maar dat weet ook geen mens. Aanrader. Mooi. Echt een aanrader, maar even puur als reminder dat we ze weer terug hebben. Alright. Het lijkt op kaartendag vandaag. We hadden misschien wat meer moeten spreiden, maar goed. Ja, maar het is net een beetje wat er uitkomt. Dit is eigenlijk een eentje die ik altijd heb ontweken. Dat klinkt fout, dat is niet zo. Cartoon. De truc waarbij je een tekening achter het spel hebt. Nou, dit bestaat uit versie 1 en versie 2. En dit is nog een variatie. En versie 1 en versie 2, of versie 1 in ieder geval, is al heel lang niet leverbaar. En ik zag nu deze, ik denk, deze bestel ik.
Hebben ze ook allemaal, tenminste als die anderen ook weer binnenkomen. Wat is het idee namelijk? Je hebt een kaartspel, de kaarten gaan allemaal volgorde en zeg je, ja waarom? Nou, je moet ze ook niet gaan schudden. Dat op de achterkant van deze kaarten staat namelijk een soort tekenfilm. Je hebt je poppetje, zeg maar, zie. En hoe meer je die kaarten gaat bewegen, zo meteen gaat riffelen, dan gaat het poppetje bewegen. Net als dat je vroeger in je schrift op school of in een boek in de hoek iets tekende. Mm-hmm. Ik deed het vroeger wel eens. En dan ging je riffelen zo door, voordat je in het poppetje ging lopen of bewegen. Ja, zo werden vroeger eigenlijk gewoon de eerste Disney-films gemaakt op deze manier, ja, toch? Gewoon allemaal blaadjes van elkaar. Jij mag een willekeurige kaart opnoemen. Een harte 2. Een harte 2. Jezus. Ja. Harte 2. Ja, ik vind het ook niet. Kan dat? Alles kan. Oké. Okay. Alles kan. Harte 2. Oké, okay, harte 2, perfect. De harte 2. Voor de duidelijkheid, harte 2, ja. Die heb jij vrijwillig gekozen. We hebben niet overleg van tevoren. Sterker nog, mensen mogen elke willekeurige kaart kiezen. Dit filmpje is er van tevoren gemaakt. Logisch, het is helemaal opgedrukt, zeg maar. Hoef je niet zelf te tekenen, is kant en klaar. Als je dat filmpje gaat bekijken, we hopen dat de camera boven goed te zien is, dan neemt dat poppetje zijn hoed af, zie je? Ja. En neemt uit die hoed een taco. Lekker. Of een burrito, net burrito, genoemd. Die eet hij op, zie je? Maar dat is een pittige burrito. Oké. Okay. Want dus, die laat namelijk nogal een stinkwind. En uit die wind grabbelt hij één kaart. Welke kaart had je ook alweer? Harte 2. Nee, harte 2, sorry. Ja. En je harte 2. Zit. Mooi. Heel tof. Dus je eindigt, ik zal het duidelijk laten zien, je eindigt met deze tekening, de harte 2, zeg maar. Tof. Ja. Nou, dan zeggen mensen, en de reset. Nou, de reset kan ook, als je wil resetten, want je moet het filmpje op volgorde houden namelijk, dan zoek je even de plek op waar deze kaart weer tussen moet. Zo, op de key, harte 2 terug op zijn plek. En klaar. Alles doet het weer. Mooi. Dus dat kun je meteen herhalen met elke kaart. Er zijn diverse manieren om dit te doen, het is een heel nieuw spel, dus ik moet even wat voorzichtig zijn. Maar gemakkelijk, leuk, entertainend. Iemand heeft een potje gedaan volgens mij in America's Got Talent. En vanaf dat moment is dat storm gegaan met dit ding. Ja. Verkocht echt heel veel. Van Dan Harden. Ook al de naam is lang nagedacht. Ja. Op. Fartoon. Geen cartoon, maar Fartoon. 1995. Nou. Inclusief instructies. En we kunnen er ook nog de Nederlandse instructies bij doen van cartoon. Die zijn in principe hetzelfde. Weng is hetzelfde, alleen de uitkomst is iets anders. Leuk. Fartoon, die hoorde ook nog, het is ook nog daarbij. En volgens mij... Ik ben er doorheen. Ja, ik ben ook, we hebben er nog eentje, maar die hebben we gewoon niet goed geoefend. Die gaan we geen risico nemen, gaan we niet laten zien. Moeten we niet doen. En als je wil weten wat we nog meer hebben... Heel veel meer. Dan checken we nu even. Ja. Was hem weer. We nemen wel eens risico's, maar sommige dingen kunnen we beter gewoon niet doen. En overlaten aan de mensen die het wel goed kunnen. Of eerst goed oefenen. Eerst goed oefenen. Ze komen ervoor. Dus ja. 142 zit erop, René. Heb je nog wensen voor het nieuwe jaar? Dan kunnen we daar vast rekening mee houden. Ik denk dat ik vast morgen dat terugkomen. Ja, nee, ik heb geen idee. Ik hoop dat het gewoon eigenlijk doorgaat zoals het nu gaat. Want na corona is eigenlijk alles toch weer goed opgepakt. Dan moet ik zeggen, corona zelf was voor ons ook niet geen slechte tijd qua verkopen. Bleef druk. Ja, mensen hebben er toch ook tijd over gehad. En daardoor ook een hoogdrucks gekocht en gaan oefenen, noem maar op. Dus we hopen gewoon dat het zo blijft doorlopen. Dan hoor je mij verder niet. Nou, oké. Okay. Toch? Dat we allemaal mooi gezond mogen blijven. Ja. Dat er niks terugkomt van het hele COVID gebeuren. Nee, daar hebben we niks mee te maken volgend jaar. Het is gewoon klaar. Vanaf 1 januari is afgesloten het hoofdstuk. Daar praat ik niet meer over. Precies, gaan de gasprijs weer omlaag, wordt alles beter. Zodat, ja, dat hoop ik. Dat soort dingen omlaag gaan weer. Ik denk dat ik niet de enige ben die dat zou zeggen. Nee, dat we gewoon weer met z'n allen een beetje in een wat kalmere tijd komen. Gewoon dat lekker iedereen weer zijn ding doet. Ik vind het een plan. Ja. Een goed plan. Fijne feestdagen zou ik zeggen. Ja, we wensen jullie allemaal fijne feestdagen. We zijn gewoon, we zijn normaal geopend tussen kerst en oud opnieuw. Dat wil zeggen, de zaterdag, oudjaarsdag zijn we dicht. En de 24e ook. Ja, nieuwjaarsdag ook, maar dat is een zondag. Okay. Dus die is normaal dicht. Maar het is gewoon van dinsdag tot en vrijdag zijn wij gewoon geopend. Ja. Dus niet dat we tussen kerst en oud opnieuw dicht zijn. Nee, je kan gewoon terecht online orders plaatsen. Maar, hou er rekening mee. Ja. Wij verwachten met PostNL al een week een pakket. Dat zou een week geleden afgeleverd worden. Het is er nog niet. Wij versturen het meest met DHL. Briefbuspakketjes gaan via PostNL. Maar wij kunnen niet garanderen dat als je... Nee. Nu nog besteld dat het nog voor een x-datum aanwezig is. Dat is gewoon niet, kunnen we gewoon niet. Zijn we weer druk. Toch? Dat is het. Dus als je nog wat wil hebben voor kerst, bestel op tijd. Ja. Wij versturen het zo snel mogelijk.
Maar de vraag is, wat gebeurt er? PostNL hebben we gehoord, is heel druk. DHL gaat toch op dit moment nog goed op schema. Ja. Maar PostNL kan... iets langer duren dan niet gewoon. Ja, dat is het. Ja. Mensen, allemaal bedankt voor alles dit jaar. En mochten jullie niet meer zien in de winkel, niet meer spreken aan de telefoon, of niet meer per mail bespreken, dan tot volgend jaar. Doei! Doei! Hoi!